Ja, Mohamed Rai, zeg het maar. Ja, dramatische vertoning. 3-0 verloren. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ja, waar ging het mis vandaag? Waar niet eigenlijk. We waren aan de bal slecht, verdedigend slecht. Maar ja, we hebben met z'n allen hard voor gewerkt. Alleen, we kwamen vandaag gewoon tekort. Ja, waar ligt dat aan? Want Twente staat weliswaar 8 punten voor. Maar in de eerste seizoenshelft was Sparta lange tijd de bovenliggende partij. Het ontliep elkaar voor de winter allemaal niet zoveel. Hoe kan het verschil vandaag zo groot zijn? We krijgen een penalty tegen waardoor het 1-0 wordt. En daarna een vrije trap waardoor het 2-0 wordt. Dus zijn goals die we tegenkrijgen in standaard situaties. Alleen, ik denk dat we voetballend ook gewoon te weinig gecreëerd hebben. En ja, ik weet niet of je het een off-day kan noemen, maar iedereen was vandaag gewoon ondermaats. En wat betekent dit voor de rest van het seizoen? Want het gat is nu 8 punten, of 11 punten met de koploper. Ja, ik denk dat je wel realistisch moet zijn en nu gewoon moet gaan focussen op de na-competitie. Elke wedstrijd proberen een goed resultaat te halen en met een goed gevoel de na-competitie in. Dat is ook een manier om te promoveren en daar gaan we gewoon alles aan doen. Ja, en hoe zit het nu met jou? Hoe zwaar kwam deze klap uit? Ja, voor mij heel zwaar, want ik had heel veel verwacht van deze wedstrijd. Ik had verwacht dat we Twente op 5 punten zouden gaan zetten, alleen... het is niet gelukt en we moeten nu door. We kunnen achteruit blijven kijken. Alleen, we hebben ons vandaag van onze slechte kant laten zien. Alleen ik heb vertrouwen in ons elftal dat we nog recht kunnen gaan zetten.